Jasper, allereerst, hoe gaat het met jou, met je vorm, met je koersen? Vorige week nog gekoerst in, wat was het, Luxemburg? Ja, Flèche du Sud. Ja. Ik ben daar wat een val gekomen. En dat was een grote valpartij, dus dat was wel wat minder. Ja. En ik heb er nog wel wat last van gehad. En daarom afgelopen weekend ook niet gereden in de Ronde van Overijssel. Maar op zich gaat het nu alweer beter, gelukkig. En de conditie is ook gewoon goed. Ja. Alleen ja, wat lichamelijke mankementen door die val. Ja, het zit op je handen een aantal schaven. Ja. Dat is de valpartij waardoor ook de wedstrijd is geannuleerd. Die etappe is inderdaad geannuleerd. En, Het scheen massaal gevallen te zijn. Waar zat jij op dat moment? Ja, ik zat vrij achterin. En ik dacht eerst eigenlijk nog de valpartij goed te kunnen ontwijken. Het was in een afdaling en in een flauwe bocht naar links. En omdat ze dan vallen, dan glijden ze naar buiten. En werd eigenlijk andere renners meegenomen. Ja. En ik dacht onderdoor te kunnen sturen. Maar op dat moment kwam er nog net iemand van achter die niet aan zijn rem had gezeten. En die legde mij ook even mooi erbij. Dus het enige voordeel was dat ik bovenop iemand anders viel. Dus het viel nog redelijk mee qua schaafwonden. Maar het was wel een harde klap. Ja, goed. Verder, hoe ben je nu over het hele seizoen? Je bent in Turkije, heb je maar redelijk behoorlijk goed meegereden, met name in die bergetappe. Hoe tevreden ben je over de vorm dit seizoen? Het vorige seizoen had ik echt een superseizoen. En nu heb ik bewust wat geprobeerd om nog iets later super te zijn, omdat ik vorig jaar was ik rond deze periode al super en werd ik in juni, juli net iets minder. En nou hoop ik in juni, juli eigenlijk echt super te zijn. En welke koers heb je dan? Ik rijd de ZLM Tour met aankomst op La Gileppe, zo mooi voor mij. De Czech Tour en de Ronde van Limburg. Ja. Topcompetitie, ja. Ja, en aankomend weekend rijd ik in Wales een 1.1 koers. En daar verwacht ik ook wel... Ja, het zijn wel echt de heuvel waar je van kent. Echt, het moet goed bergop gaan voor jou. Ja, zeker ja. Ja. Nu lijkt het zo. Je zegt vorig jaar het topseizoen gehad. Daarvoor leek het wat minder te gaan. Klopt dat met jou? Dat ziet u? Toen... Ik ben even teruggegaan van continentaal niveau naar LSC. Ja. En toen reed ik in principe niet slecht. Heb ik wel de Ronde van Namen bijvoorbeeld gewonnen. Toen was het wat minder in beeld en ik ben gewoon altijd vertrouwen blijven houden en serieus gewerkt Wat u bedoelt, het is nog steeds prof worden? Ja, zeker. Ik hoop zeker prof te worden nog steeds, ja. Er was daar uitgesproken gelegenheid natuurlijk, die topcompetitie voor, maar dat we nu waarschijnlijk vrij lastig nu de drie landen omloop. Ja, klopt, ja. Het moeten missen. Er is ook kijkersvraag binnengekomen van DSC De Mol ploegleider. Ja, een bekende waarom? Van je. Ja, je bent van de Vlies. Ja, je reed aan dit Ronde van Turkije. Waarom ben je dan niet voor de topcompetitie gegaan, ook gezien alle Limburgse koersen? Want tijdens de Ronde van Turkije heb je de drie landen omloop gemist. Ja. Ja, dat klopt. Nou, ze was inderdaad een hele lastige keuze. Omdat ik de topcompetitie vind ik ook een heel mooi initiatief en dat wil ik me ook graag laten zien. Maar als je naar het wereldwijde wielrennen kijkt, dan was Turkije een 2.HC wedstrijd en die bestond ook uit 8 etappes. Dus dat was belangrijk, omdat ik daar 8 keer kon laten zien. Er werd ook elke dag live uitgezonden op Eurosport, ja. Wat voor mij ook wel belangrijk was. En in de topcompetitie drie landen vind ik wel echt een hele mooie wedstrijd. Maar het is ook moeilijk om daar tegen sterke blokken als de Rijken en Piels te rijden. Vorig jaar was je daar toch eigenlijk de beste man in koers? Ja, dat denk ik wel, ja. Dus ja, het was inderdaad jammer en lastig. Maar ja, je kan niet alles doen. En uiteindelijk heb ik toen voor Turkije gekozen. Nou, terwijl een topcompetitie misschien wel de makkelijkste weg is om prof te worden. Als je wint, krijg je een contract. Ja, ligt eraan wat je als makkelijke weg ziet. Ja. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel renners die daar dit jaar een doel van gemaakt hebben. En ook ploegen die een minder internationaal programma rijden. Dus die ook echt focussen alleen maar op de topcompetitie. Daar met hun allersterkste ploeg aan de start verschijnen. En met één kopman daarin gaan. Ja. En dan krijg je een profcontract bij
Rombot Orange. Is natuurlijk een hele mooie ploeg, maar in Turkije rij je bijvoorbeeld ook bij andere ploegen misschien in de kijker als je goed rijdt. Dus, Want hoe tevreden ben je over die ronde van Turkije? Achteraf nog steeds blij dat je die beslissing hebt genomen? Ja, ik heb hem wel goed laten zien, denk ik. Ik was niet op mijn allerbeste niveau, maar ik denk dat ik wel goed gepresteerd heb. Ja. Daarnaast kennen we je met name op social media en andere van dit, je sokkenbedrijf. Hoe druk ben je er eigenlijk mee? Ja, best wel druk eigenlijk. Ik probeer in de zomer, ben ik natuurlijk met mijn hoofd vooral bij het wielrennen bezig. En dan is het moeilijk om echt ontwikkelingen te maken met je bedrijf. Dus vooral in de winter probeer ik nieuwe lijnen te bedenken en meer strategische stappen te nemen. Maar in de zomer... Want dat neem je allemaal zelf? Zeg maar de lijnen en zo, dat komt echt van... Ja, het ontwerp en het management doe ik zelf, maar het verzenden van bestellingen, administratie en... Dat heb ik uitbesteed. Ja. Mag ik een vraag stellen? Natuurlijk. Hoe lang heb je gedaan over het bedenken van de naam? Ja, dat werd eigenlijk een beetje voor mij bedacht. Nou, vertel, hoe is dat gegaan? Ja, ik was altijd wel bezig met mijn sokken en dat ze mooi hoog zaten, wit. En ik was ook een beetje aan het knippen en naaien aan sokken om ze wat hoger te krijgen dan de team sokken. En toen begonnen mensen me ook een beetje sokkeloen te noemen of sokkie. En zo is het eigenlijk gekomen. Sokkie werd het niet, zeg maar? Nee. Ja, zo noemen ze me wel, maar sokkeloen vind ik een mooiere naam als merk. Nog een vraag? Ja, er zijn nog wel. Je riep net ook, in Turkije kan je eventueel ook bij andere ploegen in de kijker rijden. In de YouTube-chat is er een vraag gekomen van This is Cycling. Die vraagt over je toekomst. Is Rompot geen mooi team voor jou? Of wil je juist liever naar een buitenlands team? Iets waar je zelf nu ook op hint misschien. Nee, ik vind Rompot een hele mooie ploeg. Omdat ze ook bijvoorbeeld Amsterdam Gold Race en Luikbas naar Luik rijden. Maar als ik prof kan worden, dan... maakt het mij in principe niet zo heel veel uit waar. Als ik maar... Als je maar prof wordt. Ja. Als ik maar zulke koersen kan rijden die bergop gaan op profniveau. En de Amstel Gold Race zou ik gewoon heel graag willen rijden ooit. Want is het zeg maar zo dat het qua ploeg... Heb je wel met Rompot gesproken? Of andere teams? Nee, niet concreet. Nee. En moet het dit jaar gebeuren of geef je jezelf wel nog even, want je bent 26, dus het zou nog eventjes kunnen, 1-2 jaar wachten. Moet het voor jou dit jaar toch wel gaan gebeuren? Ja, dat weet ik niet. Nee. Dat ligt een beetje aan hoe ik me na dit seizoen voel. Ja. Als ik denk dat ik niet meer kan verbeteren, dan... Maar ja, dat weet ik niet. Ik wil nou gewoon alles eraan doen en kijken wat eruit komt. En daarna kijken we verder. Ja.